dames en heren, dan zou ik nu graag een nummer voor u spelen, waarmee ik u mee terugneem in de tijd. Het dorp 2007. Thuis heb ik nog een mp3 waarop ik sta met vrienden die samen aan het rappen zijn. Een bitch, DJ en een ho, je hoort mij roepen, eyo-yo, het is waar ik begonnen ben. Die tijd, ik weet nog hoe het was, de moslimmeisjes in de klas, de ringtoot zoende rond als bijen. Jointje roken op het plein, graffiti spuiten op een trein, een lijntje kook onveilig vrijen. En op de laptop van mijn vader zag ik de pornofaaltjes staan. Ik was een kind en wist niet beter en klikte niets vermoedend aan. Leefden ze eenvoudig toen met iPods, Botox, weinig poen, slagerij, Ahmed van der Ven. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, alles werd gedigitaliseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven was met Henk Jan Smits en dubbelglas en wonen in Vinex-wijken. Twee auto's lekker voor de deur, het weer verzorgd door Helga van Leur en uren televisie kijken. En ook het strafblad van mijn vader zag ik de kinderporno staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat een taakstraf zou volstaan. Oh.